Mario Bilate, het is voor beide ploegen volgens mij niet echt een ideale voorbereiding. MVV traint zelfs vandaag in de sporthal en jullie konden ook niet op jullie eigen terrein terecht. Ja, dat is wel wat minder, maar we hebben toch gewoon een goede training achter de rug. Dus als het goed is, zijn we er gewoon klaar voor. Zien jullie MVV nog als jullie grootste uitdager? Dat was lange tijd in deze competitie het geval. Zie je dat nog steeds als de grote concurrent? Ja, MVV heeft gewoon een goede ploeg staan. En er zijn gewoon een paar elftallen waar we nog tegen moeten spelen. En die het ook goed doen in de strijd om het kampioenschap. En het is gewoon belangrijk dat we elke wedstrijd winnen. En MVV natuurlijk ook. Nu is de rare competitie, nu is AGLVV al weggevallen. En mogelijk valt Veendam weg. En dan is de stand ook weer heel anders. Hè? Dan is MVV de grote verliezer. En is Cambuur ineens misschien mogelijk weer jullie grote concurrent. Dat is toch raar. Ja, dat is inderdaad een scenario. Maar ik denk dat we gewoon moeten letten op elke wedstrijd en het gewoon wedstrijd voor wedstrijd moeten bekijken. En wat er ook gebeurt, we blijven als het goed is koploper, als ik het goed heb. En dat is gewoon een positie die we niet meer uit handen moeten geven. Dat is gewoon waar wij voor moeten zorgen nu. Ja, eigenlijk is de tendens, de goede serie is ingezet bij die uitwedstrijd bij MVV. Hè? Toen was er een soort van ommekeer toen jullie daar meteen om wonnen. Ja, want we hadden, als ik het zo uit mijn hoofd heb, MVV en daarna Helmond. En dat waren gewoon twee wedstrijden die erg belangrijk waren voor ons. Die hebben we weten te winnen. En daaruit kwam uiteindelijk een goede serie die we hebben neergezet. En ik denk dat uiteindelijk belangrijk ook is voor de stand nu. Dus ja, hopelijk weten we morgen weer te winnen van MVV en dan thuis. De laatste weken ben jij nadrukkelijk in vorm. Je hebt ook een basisplaats weten af te dwingen. Waar komt die ontwikkeling vandaan, die snelle ontwikkeling na de winterstop? Ik denk dat ik gewoon dat het ook deels ligt aan het vertrouwen dat ik krijg op het moment. Ik bedoel, ik ben spits, maar ik krijg toch de voorkeur om te spelen op de flanken. En ik denk gewoon dat het een paar wedstrijden gewoon goed is gegaan. En daar put je kracht uit. Je krijgt vertrouwen van je ploeggenoot en van de technische staf. Dus ja, dat doet goed en dan zit je wat lekkerder in je vel, dan kan je ook wat vrij voetballen en ik denk dat dat nu gewoon het geval is. Ja, je zegt zelf al, eigenlijk ben je spits. Ja. Je bent eigenlijk een beetje omgeturnd tot vleugelaanvallen. Heb je daar toch erg aan moeten wennen? Ja, vorig seizoen heb ik ook de meeste wedstrijden die ik heb gespeeld op de flanken gespeeld. Het is niet mijn voorkeurspositie, maar ik bedoel, elke voetballer die wil graag voetballen en die wil spelen. En als dat voor mij betekent dat ik op links of rechts buiten moet functioneren, dan doe ik dat met alle plezier. Nu weten we natuurlijk dat jij ooit in de hoofdklasse speelde. Je hebt later pas aan profvoetbal moeten wennen. Ja. Heb je dat ook zo gezien dat je toch eerst een achterstand had ten opzichte van je teamgenoten die je nu denk ik de laatste tijd eigenlijk hebt ingehaald? Ik denk vooral in het eerste half jaar dat ik bij Sparta zat dat ik niet mocht spelen. Dat je toch op trainingen merkte dat het niveau wat anders was. Maar ja, dan als je een half jaar niet hebt gespeeld, dan mis je sowieso wat wedstrijdritme. En ik denk gewoon dat ik dat die nasleep van het half jaar misschien iets te lang duurde. Maar ik denk dat het nu uiteindelijk wel goed zit en ik hoop gewoon deze lijn te kunnen doortrekken. Ja, ben je ook al benieuwd of je ook kan acteren op het hogere niveau, de Eredivisie volgend seizoen? Ja, ik denk dat iedereen in het team er wel benieuwd naar is. Het is natuurlijk iets wat leeft in de groep. Het is de droom van elke voetballer om op het hoogste niveau te mogen voetballen. En ik hoop dat als we naar de Eredivisie gaan, waar het team en ik gewoon volle vertrouwen in hebben, dan ook gewoon te mogen en te kunnen spelen op dat niveau. Tot slot, bij Feyenoord heeft men het over de bank, dat die zo belangrijk is. Ja. Bij Sparta zijn er ook veel spelers die eigenlijk gewoon zo misschien wel in de basis horen die ook allemaal op de bank zitten. Nou, toevallig wil jij dan nu wel basis spelen, maar heb je wel het idee dat die jongens het moeilijk hebben om met die rol om te gaan? Nou ja, kijk, bij ons is het gewoon dat we heel veel kwaliteit hebben in het team. We hebben denk ik, kijkend naar de Jupiler, hebben denk ik de sterkste selectie. En ik denk dat ook een beetje is waar onze kracht op dit moment ligt. Kijk, iedereen heeft gewoon een concurrent die gewoon goed zijn plaats zou kunnen vervangen. En ik denk dat dat ook belangrijk is. Ik bedoel, je wordt toch getriggerd en geprikkeld om elke week weer te presteren. Omdat je weet dat je een goede concurrent achter je hebt. En dat voor elke positie. En we hebben gewoon een brede en een goede selectie. En ja, nogmaals, ik denk dat daar onze kracht ligt. Want als bij ons iemand wegvalt, hebben we gewoon weer een goede vervanger daarvoor. Bij winst op MVV kan het dan niet meer mis? Sorry? Bij winst op MVV kan het dan niet meer mis? Ja, nogmaals, we moeten gewoon zorgen dat we de voorsprong zo groot mogelijk weten te krijgen. En als wij in ieder geval van MVV winnen, dan zijn we weer een stapje dichterbij.